Laatste kwartfinale met Nick Leerders, hij pakt toegelijk de koppositie. En dan hebben we aan Jok Bos, pas zonder langer worden aan te haken. Deze niet een jongens, maar hier nog een volle van. En dan zien we nog dat hij heel hard omweert te zetten. Daar op positie nummer 1. We zien jongens daar meer komen op positie nummer 2. De 64 zien we dan op positie nummer 3. Dat is dan Sam Hillegaard en Van Baring. Maar die gaat dan nog wel in de vierde positie. En wacht je op plaatsen voor die halve finale. Dat is dan wel even voor de flying bike. Dat moet ook Julian van de Pol zijn. Maar hij is net hard. Wint de eerste kwartfinale, Nick Hinders. Nou, we hebben twee pechvogels in de baan. Waarom hebben wij geen David Hagenees en Jan de pechvogel was Kas van Rauwrooy.